Frank, Ajax Heracles, over een uur gaat het beginnen ongeveer. Welke elf ga je het veld in sturen? Kenneth Vermeer, Ricardo van Rijn, Toby Alderweireld, Niklas Moijsan, Daley Blind, Lasse Schöne, Christian Eriksen, Siem de Jong, Dirk Boerichter, Colbert Sigtusson en Victor Fischer. Hetzelfde als vorige week dus, dat betekent nog geen Babel, nog geen Paulsen. Heb je wel plannen met hen vandaag ook? Ja, dat hangt ook van de wedstrijd af. En, ik denk, ja, als het kan, proberen Rijn natuurlijk wel minuten te geven. Kijk, ze hebben natuurlijk nog niet zo heel veel minuten gespeeld de laatste weken. Dus als het zou kunnen, dan doen we dat zeker. Het belang van de wedstrijd is helder natuurlijk. Dat was vooraf natuurlijk al. Maar heb je nog op de concurrentie gelet dit weekend? Ja, ik heb het wel gevolgd natuurlijk. Maar kijk, wij moeten gewoon naar onszelf kijken. Wij hebben gewoon 6 wedstrijden. Als we die 6 wedstrijden winnen, dan staan we bovenaan. Of tenminste op de gewenste plek waar we willen eindigen. Dus dat is onze focus. En dat begint vandaag met Heracles. En dat is zo belangrijk om ook weer naar de volgende wedstrijd toe te kunnen leven. Hier mag je geen punten verspelen vandaag? Nee, je mag thuis nooit punten verspelen. Dat hebben we natuurlijk al een paar keer gedaan, jammer genoeg. Maar we zitten denk ik in de goede fase. Maar dan moet je altijd weer keihard voor werken om dat te behouden of misschien nog wel beter te worden. En dat zijn we aan het proberen als staf zijnde, maar ook aan de spelers proberen we dat duidelijk te maken. Dat je nooit tevreden kan zijn. Van Rijn en Moijsander staan op scherp met het oog op PSV volgende week. Heb je die nog net wat verteld dat ze op moeten passen of is dat niet nodig? Nee, dat moet je helemaal niet aan denken. Je moet gewoon je eigen spel spelen. Natuurlijk kan je in de gele kaart oplopen. Nee, dat zou heel jammer zijn voor ons en ook voor de desbetreffende speler natuurlijk. Maar stel dat er uiteindelijk een situatie is dat je kan wisselen, ja, dan zullen we dat misschien niet laten.